Ik ben Hans de Zwart, directeur van Bits of Freedom. Bits of Freedom is een onafhankelijke stichting die opkomt voor privacy en vrijheid van communicatie online. Een andere manier om het te zeggen is dat we komen op voor internetvrijheid. We proberen mensen zover te krijgen dat ze in beweging komen om op te komen voor deze digitale burgerrechten. En we helpen mensen heel veel zichzelf te helpen. Ja, er zijn zeg maar vele manieren om een antwoord te geven op de vraag, maar je hebt toch niets te verbergen? Eentje daarvan, een klassieker inmiddels, is die van Edward Snowden. Saying you don't care about privacy because you have nothing to hide is like saying you don't care about free speech because you have nothing to say. En een van de belangrijkste punten die ik al zeg is, het gaat niet over jou en over of jij iets te verbergen hebt. Dus ik zou altijd de vraag willen omdraaien, niet of ik iets te verbergen heb, dat maakt niet uit. Zeg maar, de vraag is, waarom wil je dat eigenlijk weten? Ik denk dat je heel erg kan merken dat privacy een beetje mainstream aan het gaan is. Dus in het verleden moest je nog vaak aan mensen het niets te verbergen argument uitleggen. Nou, inmiddels is er een bestseller in Nederland geschreven met de titel Je hebt wel iets te verbergen. We merken dat wij uitverkochte Big Brother Awards hebben. Je merkt dat bijna elke krant er aandacht aan besteedt. Dus het is een veel breder onderwerp geworden waar ook genuanceerder over gesproken wordt. Voice heb ik als eerste leren kennen toen jullie directeur, Mark Vletter, in een blogpost een vrij expliciete statement innam tegen de nieuwe wet op de inlichting en veiligheidsdiensten. Dus dat is een wet waarin in feite een sleepnet gemaakt wordt en hij vond het een bijzonder slecht idee. En toen heb ik een keer contact met hem opgenomen en gezegd, goh, zouden jullie Bits of Freedom niet een beetje willen steunen? En toen wij recentelijk verhuisd zijn, in het verleden hadden we gewoon een 06-nummer, wat we gebruikten als kantoortelefoon. Maar dat vonden we qua kwaliteit toch een beetje matig, et cetera. En toen hebben we aan Voice gevraagd, goh, zouden we niet wat VoIP-telefonie van jullie kunnen afnemen? En dat is, dat was in no time geregeld. Ver voor de verhuizing was het al helemaal rond. En inmiddels hebben we nu heel prettig een aantal telefoons waarmee we eigenlijk alles kunnen doen wat ons hartje maar begeert qua instellingen, belmenu's, al dat soort zaken. Dus dat is in feite een grote speeltuin.